Als je hem kende, dan zou je het begrijpen, want Andy is een Laat me raden. Andy is een heel bijzonder jochie. En jij bent zijn maatje, zijn beste vriend. En als Andy met je speelt, is het net alsof... hoewel je niet beweegt, je toch levend bent. Omdat hij je nou eenmaal zo ziet. Hoe weet je dat? Omdat Emily net zo was. Ze betekende echt alles voor me. Toen ze van me hield, was alles warm en wondermooi. Elk moment met haar bewaar ik dankbaar in mijn hart. Als ze droevig was, veegde ik haar tranen weg. Zong ze van geluk, dan zong ik ook. Zij hield van mij. Zomer, winter, elk seizoen, we deelden heel ons leven toen. We hadden niemand nodig, wie kwam er tussenbij? Voelde zij zich eenzaam, stond ik naast haar, zij aan zij. Oh, wat hield ze toen van mij? Jaren schreden voort, ik bleef mezelf, maar zij werd kouder dan voorheen. Wachtend tot ze zeggen zou, oh, ik zal altijd van je houden. Ik leek wel vergeten, ik had nooit verwacht dat zij mij weer vinden zou lachen, net als ze vroeger deed. En het voelde weer precies als toen ze van me hield. Het was weer warm en wondermooi. Elk moment met haar bewaar ik dankbaar in mijn hart. Zij hield. Je vergeet zulke kinderen nooit meer. Emily of Andy. Maar zij vergeten jou.